helpen? Hallo? Is dit in de oe? Nee, de oe is daar. Dat ja, is de trop toch. Maar welke stroot is dit dan? Dat is de Ambiorixweg daar. Dus jij woont aan de Ambiorixweg? Ja, daar woon ik in. Dus op de hoek. Maar we zien enorm in de war, want we hebben het nog nooit meegemaakt dat ze een stroot binnenreis. En dat aan de ene kant, wat is het, de Walberg? De Walburg. Walburg is. En aan de andere kant is het in de O. En aan die kant, aan de overkant, dat is dan misschien nee, maar nee, ook nog... Maar. Ja. Aan die kant is de Ambiorixweg. Ja, en de Lupsu, hè? En de Lupsu, ja. Ja. En dan is aan de overkant dus ook nog... Maar de andere kant is de Walburg. Ja. Maar het is maar... Het is maar één strot. Ja, maar dit is ook de oe, hè. Dit is de oe. Weet je, dat is zeker dat staat het op. Burg. Ja, ja. Dus dit is ook de oe. Maar dat stukje door, ja? Dat is aan die kant in de oe. Ja. En aan die kant Walburg. Ja, dat zou kunnen. Heb je dat ooit wel eens meegemaakt? Eén strot met twee namen? Nee, maar ja, dat is altijd zo lang voor je boeien, hè. Ik woon in 45 jaar dus. En toen waren het al. Aparte lui in Ambi? Vroeger wel, ja. Vroeger wel. Dus nee, maar nu is dat, vroeger is Ambi een eigen gemeente geweest. Oké. Okay. Dus die zien er niet veel aan. En die mensen wonen er ook? Ja, ja. Ik ga die even vragen. Ja, vind je het goed? Ja, ja. Ik loop er even naartoe. Kom. Ja, ja. Ik ben... Je ziet toch nog... De man is toch niet in de hoofd bezig. Goedemiddag. Mag ik even gaan vragen, alstublieft? Elektromat? Ja. Woont je hier? Nee, mijn ouders wonen hier. Ik heb wel altijd hier gewoond. Hallo. Dag, oh. Hoi, ik ben Bas. Ik ben Bas, ja. Van Ongerweeg, van Elijn. Ja. Ja. We waren net bij de meneer. Dit door met de bessem en ja, de schoefelup. De meneer woont aan de Ambiorixweg. Ja. Goedemiddag. De meneer woont aan de Ambiorixweg. Ja. Dit is de O. Dit is de O. Dit is Walburg. Ja, dat snapt toch niet eens meer? Ja. Dit is één dorpje, zal ik maar zo zeggen. Dit is allemaal de O. Ah. Dat is de Westrand. Dit is de Walburg. Ambiorixweg. Kramer van Brienestraat. En om het nog verwarrender te maken. Ja? Als ze hier de straat inreist. Ja? Dan reist ze dus de O in. Maar ja? Er staat ook onder de Doei. Ja, de Doei. Maar wat dat is was dat vroeger de naam. En dat ging om de Doei. Dat was heel lepen vroeger een boerderij met schuip. En in plaats van de Ooi is het de Doei geworden. Aha. En zou je dan in de O misschien ook iets te maken kunnen hebben met ooi, schapen? Ja, van de schuip, ja. Dan met dus dit. Die hebben ze vroeger gelopen. En een boerderij van aards heeft hij vroeger gestaan. Man, die werd dat nog allemaal. Man, werd dat allemaal, ja. Maar ja. Dan, ziet je ook echt van hé? Nee. Les is van alles. Hij heeft er dan al gevraagd. Is een van TV Maastricht. Ook hij geweest en die heeft dat toen ook gevraagd. Kijk. En toen hebben we het zien van er allemaal achtergekomen wie en wat. Dus die verwarring is die ontstijdt wel dukker? Ja, ja. Luister, ik krijg dikse post van daar is nummerke 3. Hij Jeuver is nummerke 3. Dus daar krijg ik wel dikse genoeg post voor. Maar heb je het ooit meegemaakt op een andere plek dat ze één straat inreist en dat de linkerkant een andere straatnaam heet als de rechterkant? Nee. Volgens mij is dit het enige, tenminste, zo wie ik dan denk, ja. En dan zien we toch eigenlijk al zo wat overal in Limburg geweest. Ja. Ik wil niet zeggen echt overal, maar ik ken het mij niet heugen. Dan hebben ze door ook nog een pol neergezet met vier beurtjes waarin... Ja, dat zijn ook de namen op, hè. Wie daar ook. De Walburg. En aan die kant staat in de Oe. Ja. Met al onder de Doei. Ja. En de Doei slijt dan weer op die boerderij van. Dat is allemaal de oude namen van vroeger. Dat heeft Ambi nu bijna overal gekregen. Dat was vroeger de Dorpstraat.
Wat nou Ambiorix is? Ja, dat was vroeger de deur op straat. De Ambiorstraat. Oh. Dat was vroeger de deur op straat. Ja. En dan hebben ze ook nog de Ambiorstraat Noord en de Ambiorstraat Zuid. En dat was vroeger Vroeger gewoon één deur op straat. Sommige dingen worden vroeger toch makkelijker, hè? En ook leuker. Nee, maar ook leuker. Leuker? Ja, die namen van vroeger. Wie de Longinastraat en zie je dat allemaal. Dat is nu allemaal andere namen geworden. Maar dat zit nu wel weer de ainamen op. Dus het was vroeger Longinastraat? Ja. En daarna is het iets anders geworden? Ja, En daarna weer Longinastraat? Ja, ja. En Longinastraat, waar staat dat voor? Ja, dat had een klooster gelegen. Dus of het toch met te maken heeft. Was dat een beetje een religieuze naam, Longina? Ja. Ik heb me altijd afgevraagd. Ja. Geen idee. Maar jij hebt hier dus Iers gewoond? Ja, ik heb vroeger altijd bij papa en mama gewoond. Ja. Vanaf de geboorte ben ik op de fiets? Dus, ja. Het is die geboortehoes? Ja. En papa en mama woonden? Papa en mama woonden hier. 51 jaar? 50 jaar. Moet jij de meeste lui, bijna wat hij allemaal woonen. Er zijn er maar een paar van verhuisd, die woonen bijna allemaal 51 jaar. Dan moet dat toch wel een goed stukje grond zien. Zeker. Als de lui hier zo honk vast zien. Ik zou hem niet meer weg willen. Maar wat is hier zo leuk dan? Ja. Het is gezellig. Ja. Toch nog altijd? Toch nog altijd gezellig. Tussen de slijbuik? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik ben even weg geweest, 3 jaar. Wie ik trouwde ben ik hier naar de Hazendans verhuisd. En naar de wat? Naar de Hazendans. Aan de andere kant van de brug. Oh, de Hazendans? Hazendans. Ja, de Hazendans. Ja. En toen ben ik weer terug in Ambi komen wonen. Dus ik woon nog weer meer naar alleen op baan. Heb ze de mensen wel meegenomen? Ja, die is van Zittard. Daar had je geen keus? Nee. Nee. Nee, nee. Absoluut niet. Yes. Dus dicht moeten ze ook niet uit mijn streek weghalen? Nee. En eigenlijk al gaan eigenlijk niet uit de Ambi? Eigenlijk niet uit de Ambi, nee. En dan Duitse, is dat nou toevallig dat ze hier even mamkums helpen ergens mee? Of ben ze nog altijd kind en hoes? Nee, ik ben nog altijd kind en hoes. Ja? Ik kom er nu dagelijks. Want? Gewoon, dat het altijd gezellig is bij mam. Ja, maar dat is toch mooi? Ja, vind ik wel. Hoeveel heb je nog broers en zussen? Ik heb nog 2 broers. 2 broers. En die zijn die ook zo in de buurt gebleven? Nee. Die zijn uitgevlogen? Die zijn uitgevlogen. Heb je ook kinder? Ja. 1, 2? 2. 2. Wie oud? 19 en 17. Ik heb veel jonger op mijn huwelijk. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Dus de gisteren al 2 van bijna 20? Ja. Oké. Okay. Ja. Woonden ze nog thuis? Ja. In Hotel Mama? In Hotel Mama, ja. Ja. En wat zijn nou de leuke dingen die je samen doet? Ja, van alles. Kermisjes doen. Shoppen. Tasje koffie. Gitaar. Af en toe met de tafel aanschuiven. Kijken dat ze het goed hebben gaan abuseren. Is toch mooi? Ja, wou je net zeggen. Dat was ze erin stopt, dat ze dat ook weer later terugkies. Ja. En als er aangeschoven wordt aan tafel, wie kookt dat dan meestal? Mam. Ja? Een grote pot. Een grote pot? Een grote pot is eerlijk. Een staanpot moet altijd een grote pot zien, geen kleinke. En wie schuift er dan nog meer aan, normaal gesproken? Mijn man. Ja. En de kinderen. En woont je alleen of woont je met... Met mijn man, nee. Die is er ook nog? Ja. Die is even onder de tafel gedoken? Of, Nee, dat werd het jaar niet. Oh, dat werd het jaar niet. Hey, en het Berkske, hè? Ja. Dit is... Hij heeft vroeger in de berkenboom gestaan. Meer is het niet. Nee. Ik dacht misschien zit er nog een heel verhol aan. Nee. Het Berkske is inmiddels gesneuveld. Ja, het is gesneuveld. Het wordt te groeit, moesten we wijk doen. Oké. Okay. Maar als we het over de lui hebben van het Berkske, weten ze wel wie het is. Echt hoor? Ja. Vanwege de naam? Vanwege de naam, ja. Ja, leuk.
had ze nou net, had ze mam bloemen gebracht of gehaald? Nee, of? Die verzinde te strakken kopen en terug is daar vrij neergezet. Veld dat onder shoppen of onder commissies doen? Alle tweeën een beetje. Alle tweeën? Ja. Je ziet de tweede al vandaag, die het heet over commissies doen. Maar ja, ja. Ja. Met commissies, ja. Ja, weet ik. Maar ik had dat, we hebben zelfs een onderweg speciaal zo genoemd, commissies doen. Ja. Omdat ik dat toen nog niet koos, dus ik probeer langzaam mezelf een beetje te laten opvoeden. Heem streeg. Lukt soms wat beter als de andere keer, maar je ziet vandaag al de tweede, straks een dal of waar ze ook alleen maar dit over commissies doen had. Ja. Ja, ik vind dat toch wel een van de moeiere omschrijvingen in het Limburgs. Ze moesten eigenlijk die oude woord van vroeger, wie veer dat hadden, moesten ze eigenlijk gelaten hebben. Wie vroeger wilde een tas koffie drinken, nee, een kopje koffie. Hè? Een tas koffie drinken. Ja. Zo zeiden ze het toch vroeger? Ja. Ja, en tegenwoordig hebben ze natuurlijk. Tuurst niet meer, direct. Nou. Neem je altijd, sowieso. Ja. Nee, maar daar ben ik met ook eens. We hadden dat bij ons in het hoge noorden van Limburg, hadden we dat ook nog in standuur. Een tas koffie drinken. Ja. Zeg, ik ben in een Fries heb ik getrooid. Pardon? In een Fries heb ik getrooid. Is pap in een Fries? Ja. Echt hoor? Heel. Ja. Ik ken Boetsneek. Maar echt mijn streekzuur, dat hebben we van wel geleerd. Over opvoeden gesproken. Ja, ja, ja. Ja. Net zoals dit zittersje van dich. Ja. Al net zo kansloos, hè? Ja, ja, ja. Uiteindelijk komen ze dan allemaal in Ambi terecht. Ja, ja. Ja. Het er nog wel iets mee gehaald van zijn roots? Lappen nog altijd in op Friese klompen rond? Nee, dat allemaal niet meer. Oké. Okay. Nee. Maar daar is hij content mee. Zeker. Zo wil ik niet meer terug willen. Mag ik ook bedanken voor het gesprek in het stralende zonnetje? Ja. Ja, hier schiet de zon altijd natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ik was er al bang voor.